Hallo. Ik wil wat vertellen over de erkenning van gebarentaal door de overheid. Nu we zoveel de tolk op tv zien rond de coronacrisis, lees ik in heel veel sociale media opmerkingen van die gebarentaal, die zal toch door de overheid wel erkend zijn, zeker als die naast de minister-president staat. Maar dat is niet het geval. En hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom is dat zo? In heel veel Europese landen is de gebarentaal wel erkend. Er is ook een prachtig rapport verschenen. Dit is de tweede editie van een paar jaar geleden van de Europese Unie voor Doven in Brussel. Die inventariseerde in welke landen op welke manier gebarentaal door de overheid erkend wordt. Nederland was niet het enige land waar dat niet gebeurd was, maar het was wel duidelijk in de minderheid. In heel veel Europese landen staat in de wet verankerd dat gebarentaal erkend wordt als eerste taal, moedertaal van de dove gemeenschap in dat land. In Nederland is dat niet zo. En ik wil graag een beetje een breder perspectief plaatsen waarom dat eigenlijk niet goed is. Ik ben ervoor dat die gebarentaal wel erkend wordt. In de eerste plaats geldt dat in Europa in de jaren 90. Via een handvest voor erkenning van regionale en minderheidstalen, wat door de meeste landen is geratificeerd, sinds 1998 van kracht, is vastgesteld dat overheden in Europa moeten zorgen dat inheemse talen, dus talen die in het land zelf van oorsprong gebruikt worden. Dus migrantentalen bijvoorbeeld vallen daar buiten, maar de dialecten vallen daar potentieel wel binnen als dat als talen, als die als talen gekwalificeerd kunnen worden. De overheid moet dat doen om twee redenen eigenlijk. Enerzijds om die talen te beschermen en om het gebruik ervan te promoten. En anderzijds op een meer abstracte niveau om die minderheidstalen status te geven. Te zorgen dat ze ook gewaardeerd worden en gerespecteerd. Nou is de basis eigenlijk, want ook daarvan kun je afvragen van waarom is dat pas zo laat dan gebeurd. De basis daarvoor is gelegd door taalkundig onderzoek in de jaren 70 en 80 met name, waaruit bleek dat meertaligheid, dus het feit dat u of ik meerdere talen naast elkaar gebruiken, dat dat op geen enkele manier negatief is. Dat dat eerder als iets positiefs gezien kan worden. En sterker nog, dat vanaf de wieg al kinderen prima met meerdere talen tegelijk kunnen opgroeien. Het is dus niet zo dat als iemand in Nederland Limburgs spreekt, bijvoorbeeld thuis, dat die daardoor geen Nederlands zou kunnen leren. Of dat zijn Nederlands daardoor beperkt wordt, puur omdat het hoofd dat niet aan zou kunnen. Dat is helemaal niet zo. We kunnen dat prima aan. En er zijn heel veel mensen in de wereld die zelfs met meer dan twee talen tegelijk opgroeien. Dus dat is het startpunt eigenlijk. Die meertaligheid die doet ons goed, zowel sociaal als ook cognitief. Er zijn aanwijzingen dat als je met meerdere talen bent opgegroeid van jongs af aan, dat je dan ook een aantal hersenfuncties wat beter hebt ontwikkeld. Dus er zijn allerlei redenen om dat aan te moedigen eigenlijk. Daarnaast is er natuurlijk een argument van cultureel erfgoed die talen, denk bijvoorbeeld aan de Limburgse dialecten of aan het Fries in Nederland, die hebben een bepaalde waarde omdat ze ook een cultuur representeren, een cultuur met zich meedragen, cultureel erfgoed. En ook dat wordt aangemoedigd, en het valt eigenlijk onder dat eerste punt, het aanmoedigen van het gebruik van talen via dat handvest voor regionale en minderheidstalen door Europa, waar de overheid iets in zou kunnen betekenen. Hoe zit dat dan precies in het Nederlands? Nou, in het Nederlands weten de meeste mensen wel, is het Fries erkend als regionale taal in de provincie Friesland. En wel op een vrij specifieke manier. Namelijk, Friezen hebben het recht om hun moedertaal, het Fries, te spreken in het bestuursverkeer en de rechtspraak, zoals dat heet. Dus als ze op de een of andere manier met de rechtbank in aanraking komen, hebben ze het recht om daar hun moedertaal te gebruiken.
En zijn ze niet gedwongen om het Nederlands te gebruiken. En daarnaast als ze naar de gemeente gaan om bijvoorbeeld een paspoort te verlengen of iets dergelijks. Of een bezwaar indienen bij de gemeente. Dan mag dat in het Fries. Fries is een taal. En daarom valt dat prima onder dat Europese handvest. De Limburgse dialecten, om maar een dwarsstraat te noemen, die hebben het lastiger wat dat betreft. Want die worden toch vaker gezien als variant van het Nederlands. En daarom een dialect en niet zozeer een zelfstandige taal. Nou ga ik u niet lastig vallen met wat dan het verschil precies is en hoe je dat vaststelt. Want dat is uiteindelijk meer een politieke kwestie dan een taalkundige kwestie. Wat er in ieder geval is gebeurd, is dat eind jaren 90 voor de Neder-Saksische dialecten, dus de varianten van het Nederlands die in de Achterhoek en in Twente gebruikt worden, en de Limburgse dialecten in de provincie Limburg, dat daarvan gezegd is, die erkennen we als, als overheid in Nederland als streektalen. Regionale talen, varianten, dialecten in die regio's. Met wat minder scherpe stellingnamen over wat dat dan moet betekenen, maar in ieder geval met het idee dat provincies en gemeenten in die provincie gestimuleerd worden, geprikkeld worden om beleid te voeren wat mensen het makkelijk maakt of aanmoedigt, mogelijk maakt om tweetalig te leven. Er is nog iets speciaals op Antillen, dat ga ik, laat ik even terzijde. En daarnaast is wat later het Jiddisch en ook de talen van de Roma en Sinti zijn erkend als zogenaamde niet-territoriale talen binnen Nederland. Dus die worden ook in andere landen gebruikt, maar hebben toch, om hun wat bescherming te verlenen, een extra status gekregen. Gebarentaal hoort niet in dat rijtje. Dus wel het Fries, wel de Neder-Saksische en Limburgse dialecten, wel het Jiddisch, Roma, Sinti, maar niet gebarentaal. En dat is eigenlijk heel raar, want voor gebarentaal zou je kunnen zeggen, is dat nou het meest belangrijk dat die beschermd wordt en aangemoedigd wordt. Meer belangrijk, belangrijker dan voor die andere talen en varianten. Waarom? Omdat voor doven en slechthorenden dat de enige volledig toegankelijke taal is. Dus het is de enige taal die ze kunnen gebruiken zonder dat ze last hebben van een gehoorbeperking. Volledig toegankelijk als je kunt zien. En daarmee ook de enige mogelijke moedertalen. Talen die ze echt vanaf de wieg zouden kunnen verwerven. En daar speelt nog iets specifieks waarom die erkenning extra belangrijk is. En dat is namelijk dat voor heel veel gezinnen waar een doof kind in geboren wordt, geldt dat gebarentaal zelfs helemaal niet bekend is. De meeste kinderen groeien op met horende ouders, de meeste dove kinderen. Die horende ouders die spreken helemaal geen gebarentaal en die moeten dus extra ondersteund worden, extra begeleid, geadviseerd, maar vooral ondersteund om die gebarentaal als moedertaal voor dat kind mogelijk te maken. Dat gaat in Nederland eerlijk gezegd maar matig. En dat is ook iets waar de erkenning van de Nederlandse gebarentaal, de verhoging van de status, goed aan zou kunnen bijdragen. Er zijn landen in Europa waar dat verschrikkelijk goed gaat op het moment. Of regio's moet ik eigenlijk zeggen, want ik heb hier een plan voor Schotland. Scottish Government, British Sign Language National Plan voor de jaren 2017-2023. En dat zesjarenplan, dit is een beetje de publieksamenvatting eigenlijk, dat plan dat probeert op allerlei terreinen van de Schotse maatschappij Britse gebarentaal beter te verankeren, beter een plek te geven, beter te ondersteunen. Ze hebben dat in 2015 erkend, het Schotse parlement, Britse gebarentaal. Dat is dezelfde gebarentaal met wat variatie als in de andere landsdelen van het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Maar in Schotland is daar speciaal erkenning en waardering voor gekomen. En er ligt nu een heel rijk zesjarenplan wat na die zes jaar weer een vervolg gaat krijgen in een nieuw zesjarenplan. Dat gaat natuurlijk met een hoop gedoe gepaard. Hè. Dat vereist heel veel inspanning en nog steeds heel veel lobbywerk om dat ook daadwerkelijk te implementeren, al die plannen.
maar het is er wel. In Nederland lag er eigenlijk ook een prachtig plan. In 1997, dus ongeveer midden jaren 90, heeft de overheid een commissie ingesteld. Die produceerde in 1997 een rapport. Meer dan een gebaar. Eigenlijk in zekere zin het beste boek over de dove gemeenschap en Nederlandse gebarentaal wat er ooit gemaakt is in Nederland. Wat uitmondde in 66 aanbevelingen die een behoorlijke breedte hadden. Ik zou toch zeggen iets minder breed dan dat Schotse plan, maar behoorlijke breedte voor wat er allemaal zou moeten gebeuren in de Nederlandse samenleving om gebarentaal een plek te geven. En de eerste aanbeveling luidde: erken de Nederlandse gebarentaal, Nederlandse overheid. Die overheid die heeft dat rapport natuurlijk met belangstelling ontvangen, maar vervolgens toch eigenlijk daar altijd moeilijk over gedaan. De dove gemeenschap heeft verschrikkelijk lang moeten lobbyen voordat er op dit moment nu eindelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt om gebarentaal te erkennen. Want wat gebeurde er? De overheid zei van ja, is dat nou wel nodig, die erkenning in de wet? We hebben het toch eigenlijk in Nederland wel goed geregeld. We hebben een tolkvoorziening waar heel veel landen jaloers op zijn. We hebben speciaal onderwijs voor doven waar we best trots op mogen zijn. Is het nou wel nodig om dat nog in de wet te verankeren? En ergens, als je het over een willekeurige taalvariant zou hebben, is dat ook best een vraag die je mag stellen. Wat voegt die wettelijke erkenning naartoe? Gaat het er eigenlijk niet meer om wat je concreet doet om te zorgen dat die taal geleerd wordt, dat die taal gebruikt wordt, dat die taal gerespecteerd wordt? Zijn die praktische dingen niet veel belangrijker? Ja, natuurlijk. Uiteindelijk gaat het daarom. Maar zonder zo'n wettelijke verankering is de kans gewoon heel reëel dat dat bij een volgende kabinetsperiode weer heel anders eruit gaat zien. En dat uiteindelijk er toch weinig op de lange termijn verandert. Op dit moment ligt er dus een initiatiefwet van de fracties van ChristenUnie en Partij van de Arbeid, inmiddels ondersteund door D66, bij de Tweede Kamer, wat vooral inzet op die eerste stap: erken Nederlandse gebarentaal, overheid, en zorg dat je zelf in je overheidscommunicatie Nederlandse gebarentaal gebruikt. En dat laatste, dat is wat we nu zien bij die persconferenties, dat in ieder geval in crisissituaties Nederlandse gebarentaal gebruikt wordt door de overheid. Ik hoop van harte dat de Tweede Kamer, als ze daar eenmaal aan toekomen, want natuurlijk hebben die ook vertraging met die coronacrisis ondervonden, dat als ze er uiteindelijk aan toekomen om dat in stemming te brengen, dat ze dat dan van harte ondersteunen, dat plan. Het wordt hoog tijd dat Nederlandse gebarentaal eindelijk erkend wordt door de overheid in navolging van al die andere Europese landen. En het wordt hoog tijd dat we vervolgens samen gaan kijken hoe gaan we daar vervolg aan geven. In een ander webcollege vertelde ik dat die gebarentaal eigenlijk nog veel belangrijker is dan we misschien altijd wel dachten. In de zin dat die gebarentaal gebruikt wordt door die dove gemeenschap, zo'n 30.000 mensen. Maar dat daarnaast eigenlijk gebarentaal voor iedereen in Nederland heel goed zou zijn om te kunnen gebruiken. En dan met name gericht op de 1,7 miljoen slechthorenden in Nederland en de mensen om hun heen. Dus al met al toch al snel de helft van Nederland. Als je dat bedenkt, dat die impact van zo'n erkenning uiteindelijk ook die groep ten goede zou kunnen komen, kan ik me niet voorstellen dat er nog iets de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer zal tegenhouden om die gebarentaal eindelijk te erkennen in Nederland. Dag!